Hey, tweelingen. Welkom bij jouw reading. Nou, we gaan kijken wat er voor boodschappen naar boven komen voor je. Als je een persoonlijke reading wilt aanvragen, dan kan dat via mijn website. De link vind je in de beschrijving onder de video. We hebben vast in de modder. En het Gouden Paleis. Dus het kan zijn dat je de laatste tijd het gevoel hebt gehad dat je wat vast zat. Niet goed weet hoe je los moet komen, hoe je verder moet gaan. Ik zie dat je heel hard werkt om eruit te komen. En dat is hartstikke goed, want dat gaat jou dat Gouden Paleis brengen. En dat is super mooi. Dat is eigenlijk al het mooie wat je maar kan wensen. Overvloed, geld natuurlijk, maar ook liefde. Alles wat je maar wilt, dat komt naar jou toe. We hebben nummer 23 en nummer 24. Dus dat is waar je naar op weg bent, naar dat Gouden Paleis. En dan kan het zijn dat je ondertussen af en toe eventjes vastzit, terwijl je wel bezig bent alsnog om vooruit te gaan. Pentakels 4, de beker 6 en we hebben de ster. Dus ik zie hier iemand, hè? Soulmate, zie ik hier. Nou kan het zijn dat je op dit moment niet samen bent met jouw soulmate, dat je wel heel erg naar elkaar verlangt en dat je elkaar mist, hè? Dat je moeite hebt met het feit dat je niet bij elkaar kan zijn op dit moment of niet bij elkaar bent, want jullie houden je allebei heel erg aan elkaar vast, zie ik. Dat sowieso. En ja, we zien hier met die ster, hè, dat is jouw diepste wens, je diepste verlangen is om samen te zijn met deze persoon, met jouw soulmate. Staven 5, de aas van pentakels en de keizer. Dus er zijn wat dingen om jullie heen die het lastig maken voor jullie om samen te zijn op dit moment. Kan natuurlijk ervoor zorgen dat je het gevoel hebt vast te zitten. Dat er omstandigheden zijn waar je eigenlijk niet zoveel invloed op hebt. Hoe moet je dan loskomen, hè? Als je er niet zoveel invloed op hebt? Wat gaat er dan gebeuren? Hoe moet je dan verder komen? We zien hier een nieuw begin met de aas van pentakels. Dus dat is het begin van een vaste relatie, van een stabiele relatie, van dat Gouden Paleis wat er gaat komen. Ook het materiële natuurlijk, geld, misschien een huis. We hebben dus 7, beker 7 met de aas van staven hier. Dit zijn keuzes die gemaakt moeten worden. Misschien niet zozeer door jou, maar door anderen. En daarom heb jij misschien het gevoel vast te zitten. Omdat anderen moeten keuzes maken en daardoor heb jij het gevoel dat je niet verder kan. Wat ik hier heel sterk bij voel is dat je altijd zelf de kracht hebt om verder te gaan, hè? Je hoeft niet op anderen te wachten. Dat is juist helemaal niet goed om op iemand anders te wachten. Met de dood en de bekers 3 bij die bekers 6 zien we dat je zelf in actie mag komen. Jij weet wat je wilt en wat er mist.
Dus ga er zelf achteraan. En laat dat dan niet van iemand anders afhangen. Dit kan gaan om iemand die bijvoorbeeld in een andere relatie zit, die jou laat wachten. Of iemand die zegt van nou, ik moet eerst dit en dit doen en daarna kan ik pas in een relatie zijn. Wat we hier zien, hoe moeilijk dan ook, is dat het niet de bedoeling is dat je gaat wachten. Maar dat je zelf dus die motivatie vindt en zelf je eigen keuzes maakt om je eigen pad te kiezen. En dat betekent niet dat het niet goed komt allemaal, want dat komt het juist wel met het Gouden Paleis. Dus het moment dat jij in beweging komt met de bekers 8, de hoge priesteres bij die ster. Het moment dat jij in beweging komt, komt alles in beweging. Dus jij gaat naar jouw dromen en jij jaagt jouw eigen dromen na. En laat je daarbij niet tegenhouden door iemand anders. Laat je ook niet jouw geluk afhangen van iemand anders. Omdat je het dan op die manier uitstelt eigenlijk. Hè? Want jij zegt dan op die manier zeg jij ook van ik ben pas gelukkig als dat en dat. En dat hangt dan van iets anders af dan dat het vanuit jezelf komt. Voor de bekers 5 met de matigheid. Hier hebben we dus waarde 3 met de keizer. En de ridder van zwaarden met de zon. Dus we zien dat uiteindelijk alles goed komt. En dat is super mooi natuurlijk. Veranderingen komen eraan. En ja, zoals ik net al zei, het is de bedoeling dat die verandering vanuit jezelf komt. Kijk, je hebt niet altijd invloed natuurlijk op wat er gebeurt om je heen. Hè? Dat er gebeuren altijd dingen, die gebeuren gewoon. Maar je hebt wel invloed op hoe je daar zelf op reageert en hoe je daarmee omgaat. En de keuzes die je maakt. En ik denk dat je je daar wat meer van bewust mag zijn. Kijk, we zien hier een heel mooi nieuw begin. Met jouw soulmate. En dat is niet iets wat op dit moment gebeurt. Maar dat is iets wat gaat gebeuren op het moment dat jij opstaat en in beweging komt. Dus dat heb je zelf in de hand. En deze relatie met de zon is dat een hele gelukkige relatie. Hè? Dat is een hele warme liefde. Heel veel geluk. Die levensvreugde die je voelt. En dat is dus iets wat we hier zien gebeuren. En wat je als het ware afdwingt omdat jij voor je eigen geluk gaat en in beweging komt. Dan volgt de rest komt achter jou aan. In plaats van dat jij ergens achteraan gaat, komt het dan achter jou aan. Dus super, super mooie legging. Ik denk dat je dan weet wat je te doen staat. En we gaan nog even kijken met de orakelkaarten. Of daar nog een mooie boodschap bij komt voor je. Observeren. Een nieuw leven. Dus deze persoon, jouw soulmate, die ziet wat jij doet. Die ziet waar je mee bezig bent. We hebben hier 49 en 39 trouwens. Die ziet dat. Die ziet jouw nieuwe leven. Die ziet dat jij opnieuw begint, in beweging komt. Dat jij jouw nieuwe leven begint. Dat jij gelukkig bent. En die wil daar deel van uitmaken. Dus die komt achter jou aan. In plaats van andersom. Dus super mooi. Ik denk dat dit alle boodschappen waren die ik voor je heb op dit moment. Dus ik wens je heel veel succes toe met alles. En tot de volgende keer. Oké, dag.